Boei en Bloei is een vereniging van mensen die houden van tuinen, planten, bloemen, bloemschikken, van alles en nog wat. We zijn op dit moment in Manege de Willemshof en we hebben hier plantenruil. Dat doen we 2 keer per jaar. Het is een activiteit van de vereniging. Mensen nemen stekjes mee uit hun tuin en die kunnen ze dan weer ruilen tegen andere stekjes van andere mensen. Nou, je kan wel hier zien, het is een heel sociaal gebeuren. Iedereen neemt wat mee en die gaat ook weer met een gevulde tas terug naar huis. En die kunnen dan straks weer de tuin in. En zo krijg je dus heel verschillende planten in je tuin. Nou, ik werd eigenlijk vanmorgen al hartstikke blij wakker, want het was de plantenruil en de plantenstek. En daar doen we eigenlijk elk jaar, ben ik daar een paar weken al mee bezig om te verzinnen wat ik mee ga nemen, want het is altijd leuk om planten te ruilen en te stekken van tevoren, zodat je andere mensen blij kan maken. En ook zelf weer nieuwe plantjes mee kan nemen, zodat je steeds je variëteit in huis en in de tuin steeds groter wordt. Je moet ervoor zorgen dat er minder stenen in je tuin zijn. En het is geweldig voor de biodiversiteit. Ja, vlinders, bijtjes, alles komt erop af. En nou ja, dat is gewoon goed voor je tuin.